Beste leerlingen, hier Peter, jullie rector. Ja, ik heb dus een rendier. En kijk, hij kan ook nog eens een keer hartstikke leuk galopperen. Ik heb een prachtige rit gemaakt vanochtend door het bos. En, maar goed, waar heb ik het eigenlijk over? Ik heb een mooi bericht voor jullie. Ik zal even afstappen en dan praat ik jullie even bij. Goedemiddag jongens. Nou, ik heb Rudolf de Red-Nosed Reindeer weer even geparkeerd. Hij staat weer in zijn stalletje. Ik heb goed nieuws en ik heb goed nieuws voor jullie. Nou, laat ik met het eerste goede nieuws beginnen en dat is voor de eindexamenleerlingen. Alle lessen gaan morgen gewoon door, maar vanuit huis. Dus jullie kunnen je lessen morgen vanuit Teams gewoon blijven volgen. Jullie docenten doen ontzettend hun best om jullie te begeleiden naar het eindexamen. We kunnen geen les missen. Dus alle lessen gaan morgen gewoon door, maar kom niet naar school, want de school is morgen dicht. En het tweede goede nieuws is voor de leerlingen die niet in de examenklasse zitten. En ik heb voor jullie eigenlijk ook heel erg goed nieuws, want ik kan jullie vertellen dat alle online lessen morgen niet doorgaan. Want het leek ons een goed idee dat jullie een dagje niet achter je computer zouden zitten. En lekker naar buiten gaan, net als ik, een mooie wandeling maken. En wel werken aan een opdracht. Jullie krijgen zo direct een opdracht via Teams toegestuurd. Waarin we vragen of jullie een mooi filmpje of een foto willen insturen van een sneeuwpop of sneeuwengel of een mooi sneeuwlandschap. Zodat we daar met z'n allen mooi van kunnen genieten. Nou, ik wens jullie vast een hele fijne zondag en ook een hele mooie maandag. Ga lekker naar buiten. Maak er wat van. Dit gebeurt niet vaak. Veel plezier! Oh jee, het is niet goed afgelopen met Rudolf. Nou ja.